ga je gang. Dus het bakje draait tot helemaal boven. We zijn helemaal boven in de lucht. En dan zegt Tobias zit te kijken naar mijn skills en actie. Het leukste aan mijn rol is... Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Alles is heel erg leuk aan mijn rol. Ik kan eigenlijk niet één ding zeggen. Ik mag vooral heel veel grappige dingen doen. Dus ik vind ik wel lachen. Waarom wilde je graag Maze Case regisseren? Ik heb een paar jaar geleden heb ik die boekjes gelezen, die Maze Case. Ik heb een dochtertje die Maze heet, dus ik was alles aan het lezen waar de naam Maze in voorkwam. Zij was niet blij met de naam, dus ik kwam bij die boekjes uit van Mirjam Oldenhaag en raakte gelijk mijn hart. Het was heel geestig, maar ook met een hele mooie emotionele onderlaag. Met het jongetje, met zijn moeder. En hoe ziet jullie dag op de set eruit? Die begint vroeg en in de make-up en bij de kleding langs snel ontbijtje naar binnen en dan beginnen we draaien en dan zijn we weer klaar rond een uur of vijf, zes. En dan moet ik heel serieus kijken. Moet je in de lens? Ja. Er is voornamelijk televisieseries geregisseerd. Is het nou heel erg anders dan een film? Film is zeker anders, maar ik had hiervoor Morrissen krijgt een zusje ook geregisseerd, ook een lang speelfilm. Dus daar heb ik mee kunnen oefenen met hoe het is om met kinderen film te maken. En het grote verschil zit erin dat je meer tijd hebt om het goed neer te zetten. We hebben heel veel uit de boeken gehaald, heel sterk de sfeer. Maar een film is anders als een boek. Hè. Een boek is, laat maar zeggen, wat anekdotische. En in een film moet je een verhaallijn maken met een ontwikkeling. Dus we hebben er wel wat aan toe moeten voegen, maar allemaal wel geïnspireerd op de boek van Mirjam. Die zijn gewoon echt fantastisch.